Hey, wat ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog van ons. Ik heb vandaag de oude weekvlog afgesloten. Het is vandaag woensdag 13 februari en we zijn onderweg naar onze nieuwe laadplek. We zijn nog steeds op de Neckar. Vanmorgen hebben we gelost in Stuttgart. Dat kan je zien in mijn vorige weekvlog. Ik zal hier beneden eventjes een linkje zetten dat je die kan zien als je er benieuwd naar bent, als je die nog niet hebt gezien. We gaan vrijdag gaan we hier in de buurt ook weer laden. Waar we precies gaan laden en wat ga ik je nog niet vertellen. Zoals ik dat nooit doe in het begin van de vlog. Vandaag gaan we een paar sluisjes terugvaren naar onze laadbestemming. Dan moeten we het ruim nog even goed uitspuiten, want we gaan weer iets anders laden als rollen. Dus het ruim moet goed schoon zijn daarvoor. En we gaan je deze week weer meenemen. En we lossen, daar zit ik nu in één keer aan te denken, we lossen volgende week woensdag. Dus dat is precies een week vlog, zeg maar. Alleen ik moet er maandag eventjes snel vanaf. Ik moet maandag heel eventjes voor controle naar het ziekenhuis. En ik weet niet hoe we dat precies gaan inplannen. Dus ik weet ook niet precies wat je gaat zien volgende week qua het varen en het lossen. Ik zal mijn camera gewoon aan boord houden dat Klaas lekker kan gaan filmen voor mij. En dan gaan we het wel zien. We gaan in ieder geval wel weer lossen in Nederland. Dat ga ik je wel weer vertellen. Dus ja, we gaan zien wat deze week weer gaat brengen. Ik hoop in ieder geval dat je dit weer een leuke vlog gaat vinden. En dat je een duimpje omhoog doet. Als je nog geen abonnee van me, dan zou ik het heel erg leuk vinden. Als je wil abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zou ik zeggen, laten we gaan beginnen met de vlog. Vandaag donderdag 14 februari, het is Valentijnsdag vandaag en we liggen in Helbron. Daar zijn we vanmorgen vroeg aangekomen. Ik heb lekker uitgeslapen, dus je hebt geen vaarbeelden van ons gezien. Maar goed, als het goed is gaan we morgen sowieso laden. En als ze tijd en ruimte hadden vandaag, dus we hopen het vandaag. Ik sta nu buiten omdat ik eventjes bij de mannen ging kijken in het ruim, want die zijn ze aan het uitboenen, want we gaan zout laden, dus dan moet het ruim goed schoon zijn. Dus ja, ik neem je eventjes mee in het ruim. Ik sta nu voorop op het schip. Hier zie je de punt, zeg maar, van het schip en ik zal je nu eventjes het ruim laten zien. Voorop geweest om even te vragen of ik moest helpen met het ruim boenen en droog trekken, maar dat was niet nodig, want Martin was al voorop of achterop aan het boenen en Klaas ging droog trekken, dus ze waren al bijna klaar.
dus ga ik weer naar binnen toe. Ik kreeg net trouwens echt de schrik van mijn leven. Want ik had Finn boven gezet. Toen ik dus naar... Ik loop gelijk naar binnen hoor. Ik had Finn dus boven gezet. En met het idee van... oh, een beetje licht. Met het idee van... Dan vermaakt hij zich boven eventjes. En dan loop ik snel naar Klaas toe of ik moet helpen. En als ik moet helpen, dan zet ik Finn weer binnen. En ik hoor in één keer echt een keiharde knal. En een gepiep. Dus ik kijk achter, want ik liep in het gangbord. En ik zie in één keer Finn daar liggen. Die was dus boven van het roofdek naar beneden gevallen. Omdat er dus ijs lag. Dus hij was uitgegleden. Ik had echt een schrik van mijn leven, want dat is nog nooit gebeurd. En zeker niet dat Finn ook blijft liggen. Want normaal, dan staat hij meestal wel weer gewoon op. Dan schudt hij en dan... ja, dan gaat hij weer verder. Maar nu bleef hij ook echt liggen een tijdje. Dus ik Klaas geroepen. Klaas heeft even gekeken van of dat hij iets had gebroken of iets. Weet je, dat hij niet kon lopen. Maar ja, we hadden hem toen daarna binnen gezet. En nou ja, een bordje gegeven. En je ziet het. Hij vermaakt zich weer prima. Maar ik schrok er wel eventjes van. Hè, Finn? Kom maar. Ja, ik schrok er wel van. Ja, jij volgens mij ook. Want hij had gewoon niet, ja, had niet door dat het daar dus heel erg glad was, denk ik, of zo. Dus, ja, dat is. Ik ga dus nu eventjes snel de, in de keuken. Ga ik dus even opruimen, want het is echt overal een chaos bij ons. Want ik ben af en toe zo'n rommel. Komt dat ik dus de was heb opgevouwen. Ik heb alles zeg maar zo netjes op stapeltjes gedaan voor Klaas, voor mij, bed en alles. Maar ik heb het dan weer niet netjes in de kast gedaan. Dus dat gaan we nu eerst doen. En dan ga ik snel mijn laptop pakken. En dan ga ik aan de site werken voor zolang het kan vandaag. Want we hebben niet heel veel internet. En mijn bereik hier op mijn telefoon is ook niet echt heel erg geweldig. Het is vandaag vrijdag 15 februari, als ik het goed zeg. En we zijn op dit moment aan het laden. We werden vanmorgen gebeld om 7 uur dat we onder de laadpijp mochten komen liggen. En we zijn net gestart. Het loopt redelijk door. Dus ik ga het je zo laten zien hoe we hier laden. En hoe het eruit ziet, zeg maar. En als het goed is, dan komen we straks ook vol. En dan gaan we morgen nog eventjes een stukje terug doen. Ik ga nu ook lekker naar boven toe, even naar Klaas toe. Ik werd vanmorgen wakker met echt ineens heftige buikpijn. Gisteren toen we gingen slapen, toen zei Klaas... Nou, ik heb echt een beetje last van mijn buik. Misschien was het eten niet echt goed of zo. Of, dus ik zeg, nee joh. Ik zeg, nou had ik er ook last van moeten hebben. En buiten dat, dan hadden we er eerder last van moeten hebben. En ik werd vanmorgen wakker met echt heftige buikpijn. Het zakt nu gelukkig wel. Ik heb ook al eventjes wat gegeten en wat gedronken. Maar ja, ik weet niet waar het nou aan ligt. Dus ik doe maar lekker rustig aan. Ik heb toch niks op de planning verder staan. Alleen het laden. Dus ja, dat voor nu dus. Dus ik ga je mee naar boven nemen. En ik ga je eventjes... een stukje laten zien van het laden. Is inmiddels 11:15, zoals je kan zien. En we zijn bijna vol. Klaas die is even naar buiten om op te meten hoe diep we nu liggen. En dan gaat hij zo meteen de eikmeester bellen. Dan komt de eikmeester langs. En die gaat dus ook het schip meten. En aan de hand daarvan kan hij dus bepalen hoeveel ton we in hebben. En kunnen we dus een laad
briefje krijgen, zeg maar, met hoeveel ton we hebben geladen. Dus vandaar dat het eikmeester komt. Ik zal zo meteen ook eventjes proberen te filmen de eikmeester, dat je dat dus kan zien. Stuk en het is iets korter naar huis rijden.
ik het weer morgen zeg maar over te nemen. Dus ik laat lekker de camera aan boord. Ik ga de batterij op de oplader doen zometeen. Dat die sowieso morgen vol is. En dan zien jullie mij dinsdag denk ik weer op maandagavond.